Met een rol wc-papier en een tampon onder je arm. Goedemorgen! Het is woensdag en we beginnen de dag met een... Woehoe! Dit is Jola, de turnschema voor de vakantie. Dus ze moet dan 3 keer per week... Ik heb al 2 oefeningen. 10 ratslagen op een rijtje maken. Een hele goede morgen. Vandaag ga ik naar het strand. Yes. Met Maxime en Imre. Mijn vriendinnen. Of jouw BFF's. Na school meteen. Zo, nou, goedemorgen. Vandaag ga ik eens even beginnen met de voorbereidingen van de vakantie. We gaan namelijk vrijdagochtend, ja het is een lang verhaal, maar we vertrekken eerst naar België. Bart die gaat namelijk nog even naar Tomorrowland met zijn vrienden. Voorgaande jaren ben ik ook mee geweest, maar dit keer was het even niet anders. Want vorig jaar moesten we helemaal terug naar Nederland de volgende dag. Toen de auto inpakken en toen op vakantie. En dan rijden we weer langs België. Dus we vonden het een beetje overdreven om ten eerste een heel duur kaartje voor mij erbij te kopen. En ten tweede helemaal terug te rijden naar Nederland en weer terug. Dus zijn we dus 5 uur langer aan het rijden. Dus vandaar dat we dus vrijdagochtend vertrekken naar Tomorrowland. Dan gaan Jola en ik in een hotelletje. En Bart komt ook naar dat hotel toe na het feest. En dan de volgende ochtend vertrekken we naar Spanje. Ik heb er echt super veel zin in. Maar het is hier nog één grote chaos. Omdat ik gewoon zo super druk ben geweest. Het is gewoon een bende. Overal, alles ligt overal. Ik moet alles bij elkaar gaan zoeken. Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ik ga gewoon lekker beginnen. En ik moet ook nog wat video's afediten. Dus I'm going on at work. En nog steeds niet ongesteld. Dus het wordt spannender en spannender. Maar we moeten de spanning niet zo opvoeren voor onszelf eigenlijk. En toch doe je het elke keer. En toch doe ik het elke keer. Ja, echt. Ja, ik ben nu dus 1 dag over, echt over tijd. Of 2 dagen over tijd, sorry. 2 dagen over tijd. Maar vorige keer was ze 4 dagen over tijd. Ja. Dus hou daar rekening mee, schat. Ik hou er ook rekening mee. Over 2 dagen, als we onderweg naar Tomorrowland zijn... Kun je in 1 keer ongesteld worden. Je kan ook over 5 dagen ongesteld worden. 5 dagen over tijd ongesteld worden. En dat is als we onderweg zijn naar Spanje. In de auto. Ik hoop het niet. Want, maar misschien ook niet. We gaan naar een camping. Dat is ook best wel lekker. Dat weer. Met een rol wc-papier en een tampon onder de arm. Oh no. En de eerste beginseltjes ben ik aan het maken van het inpakken. Ja, en boven lekker een beetje opruimen en schoonmaken, want dat kan ook geen kwaad. Ik had trouwens nog niet eerder echt wat verteld over het op vakantie gaan. Omdat ik een beetje, ja, ik weet niet. Ik heb altijd een beetje een vervelend gevoel over misschien dat mensen inbreken en dat soort dingen. En dan ben ik altijd voorzichtig met op social media delen dat ik op vakantie ben. Maar gelukkig komen mijn schoonouders lekker in ons huis. Dus daar hoef ik me helemaal geen zorgen over te maken. Dat betekent gewoon... Gewoon lekker de hele vakantie door vloggen. Ik ga echt proberen om even goed gewoon helemaal volgens het schema te blijven uploaden. Ik denk wel dat de edits misschien iets minder spectaculair zullen zijn. Omdat ik gewoon daar ook vakantie heb. Dus het is best wel... soms zit er wel 2-3 uur in elke video van mij. Omdat ik zo van de leuke dingetjes erbij hou. En ik weet niet of dat mij dat echt gaat lukken elke dag op vakantie. Maar ik ga het toch even goed gewoon proberen. En ik weet ook nog niet hoe het gaat met het uploaden. Want echt een super goede verbinding hebben we daar niet. Maar ik ga het zien. Oh, I'm so hot. Het is vandaag heel erg hot. Bart zit te werken in zijn boxershorts. En ik in een rokje en een hemdje, maar ik zit helemaal weg te zweten hier. Ramen tegen te open. En ja. Tochten. En ik ga nu weer verder met stofzuigen. We hebben heel veel dingetjes geregeld. Telefoonabonnement gewijzigd. UV-filter besteld. De paspoort, oftewel de harde schijf gefixt. Ja! Bart toch nog ergens handig voor. Zo gaat ja. Het niet. Dit zit vers. Oh, dan hou je, blijf je hem vasthouden. Allebei. Ja. Goed opletten. Even snel boodschappen doen. En dit moet Jola doen voor Bart. Want Bart wil altijd deze chudrans. Ja. Yeah. Ik blijf kijken onder de raam. Oeh. Oké. Oké,
Moet je zien wat ik aan heb, dit kan echt niet. Een pantherrokje met Birkenstocks. Dit is echt tokkie. Nou, we eten spaghetti à la Bart. Dat betekent spaghetti en gehakt. En een klein beetje groente. Ja, lekker spaghetti. 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 Oké, mama. Spaghetti. Wow. Gek, hè? Is dat kers? Ik weet niet meer welke wat is. Ik ook niet. Hier zit een heel mooi bloemetje aan. Ja, maar dit is even... Dit is helemaal schuin gaan groeien. Ja, deze is echt... Dit is Pultje. Kijk, hier komen ze echt in. Jawel, hè? Ja. Toch? Ja. Dat zijn, maar hij gaat helemaal... Hij moet ergens heen, ja. Het gaat... Het hoort niet in een pot. Wow, munt wordt ook veel nu. Zeker. Ja, die rode bieten. Worden het ook aardig in yoghurt? Ja, die worden helemaal aangevreten door vogels. Ah. En dat is parsley. Ja. Wow, bizar. Wat vliegt naar de maan en is koud? Wat vliegt naar de maan en is koud? IJsbok. Wat vliegt naar de maan en is koud? Een raket. Dat zat er bijna op. Nou. Raketje. Dat is wel een goeie. Een raketje is ook zo'n ijsje. Ja, dat. Ja? Ja, maar nog één. Je hebt hem gewoon geraden. Naam is los. Je hangt al. Naam is los. Nou, volgens mij was het echt een hele saaie vlog vandaag. Sorry daarvoor. Saai. Maar de dagen worden wel steeds spannender. Ondanks de saaiheid. Ik zal het heel even laten zien. Morgen wordt eigenlijk wel een hele spannende dag, denk ik. Er waren trouwens meerdere mensen die vroegen welke app dit is die ik gebruik. Dat is dus P.C. Daar zo, die bij mijn vinger. Het is dus een soort bloemetje in rood. P.C. En ik vind dit zelf echt de fijnste. Ik heb er meerdere. Ik heb ook Glow. Maar die geeft echt heel erg veel van die pushberichten. Kan je natuurlijk wel uitzetten. Maar ja, ik weet niet. Ik hou deze vanaf het begin af aan gewoon bij. Dus ja, om dan weer een andere te gebruiken. Dat is een beetje omslachtig. Dus deze houdt het allemaal goed bij. En de andere die geven hetzelfde weer. Dus die maken gewoon hetzelfde sommetje natuurlijk. Is Bart al weg? Oh, Bart is al weg. Nou ja, goed. Ik ga lekker naar boven en lekker slapen. Ik heb een drukke dag gehad. Ik heb heel veel opgeruimd. Video's afgemaakt. Ja, gewoon een beetje inpakken en vorderingen gedaan voor de vakantie. Dus daarom niet zo heel veel te vertellen. Jola heeft lekker op het strand gespeeld met vriendinnetjes. En morgen dan gaan we echt alles inpakken. En dan gaan we het ook echt in de auto doen. Zodat we vrijdagochtend vroeg kunnen vertrekken. Dus morgen wordt echt inpakken. En dan moet ik ook echt heel goed nadenken. Want we gaan natuurlijk met een tent. Dus ja, daar heb je best wel veel kampeerspulletjes en zo bij nodig. Dus alleen kleding, dat is nog maar de minste zorg. Ben ik morgen best wel even druk mee, denk ik. Maar dat zullen jullie dan morgen wel weer zien. In ieder geval, toch bedankt voor het kijken. En natuurlijk, hopelijk weer tot morgen. De spanning zal er nog wel een tijdje blijven, mocht ik niet ongesteld worden. Want dan hebben we echt besloten om dit keer pas te testen wanneer het echt flink over tijd is. Maar dat mag de pret niet drukken. Dan wordt het alleen maar ook spannender voor jullie en voor mij. En nou, whatever. Laten we er maar niet veel meer over gaan hebben. Want wie weet is er niks aan de hand. Tot morgen. Doei. Dankjewel voor het kijken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan zeker even.